Wat zijn we vandaag woensdag? Ze zou toch thuis zijn, zeker? Allee, Deniske? Hallo? Bonjour, Deniske! Bonjour, ma physique! Comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Ça va, physique. J'avais un peu le cafard. Ah, et pourquoi tu m'as pas téléphoné alors si t'avais le cafard? Ik ben Bertrand, ik ben 27 jaar. Ik werk nu al anderhalf jaar voor een college, een VZW die dag Marieke. Eenzaamheid bestrijdt in de stad en die ervoor wil zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ça va? Amai, is er goed? Ja? Je hebt dus gewoon opgetut. Ik heb echt wel gewoon geleerd dat het kleine helpen heel veel doet. Ik ga weer al vol aardigen, hè? Ja, maar ja, ik kan best hier zitten. Zit daar, hè? Voilà, nu moet ik gaan zitten. Nu mag ik gaan zitten, voilà. Laat ze niet bij u komen, hè. Fifi? Ah ja. Waar zit Fifi? Oh, ze ligt op het. Ah. Bertrand leerde Marie kennen toen ze contact opnam met Accolage om haar te helpen met kleine klusjes in het huis. Maar al snel merkte hij dat Marie het moeilijk had. Achter mijn ziekte en ook bij het sterven van mijn echtgenoten zat ik zo een beetje in een put zo. En de put was altijd groter en groter aan het worden. En er is een dag dat ik zo zeg, Marie, je moet ophouden. En ik ben op Accolage gevallen, zo toevallig, zo op de wet. Hè, zo, hè. Ik heb gezegd, ja, ik ga daar niet telefoneren. En ik heb deze eer ontmoet. Hij heeft mij terug in leven gebracht. Oh. Ja, dat is echt waar. Ja, en dan heb ik gezegd, ja, dat is allemaal goed en wel, maar ik moet ook iets doen. Voor mij is hij echt het voorbeeld van wat Accolage kan zijn. En een prachtig mens in hart en ziel. Als ik bij iemand ga, dan zijn die mensen blij. Maar als ik dan buiten kom, dan ben ik ook blij. Dat is een win-win. Als ik mij niet goed voel, dan zet ik muziek op. Ja. En sorry, want als ik alleen ben... Oh, goed, hè. Marie is één van de mensen die nauw verbonden is met de Accolage-antenne van Jette Gansoren. Maar ook anderen hebben er een wekelijkse afspraak. Bonjour. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu? Ça va? En forme? Oui, et toi? Tout léger. Hier vandaag in Gansoren proberen wij mensen te onthalen. Twee uur lang, één keer per week. Het is wel tof voor die mensen om even hun appartementje uit te komen en een plek te hebben om hun buren eens even te zien. Voilà. Je vais chercher du lait. On vient de loin. On n'a pas la famille tout près. Et avec la collage, on a de la compagnie. Et c'est toujours une bonne occasion de rencontrer les autres et d'échanger. Et ça donne envie de vivre. De dames houden elkaar niet enkel gezelschap, ze ondersteunen elkaar ook. Zo moest Claire een jaar geleden verhuizen uit haar appartement door een verwoestende brand in een van de woontorens. Ik heb hulp gehad van iedereen. Van Accolage? Van Accolage en van mijn omgeving en familie. Dus daarom dat het zo komt zo. Het is al meer dan een jaar geleden, maar voilà. Claire qui a eu un malheur dans l'incendie, alors qui vient habiter chez moi, si je la rencontre, je sais j'ai une sœur à côté de moi. Je vous assure, ça réchauffe le cœur. Et maintenant, on va faire sortir ensemble, on ira au cinéma, sans l'autorisation des parents.